Ik ga met jou de volledige ademoefening doen. Dat is een belangrijke ademoefening. En daarbij wil ik je vragen goed te gaan zitten. Dat je zorgt dat je goed rechtop zit. Liever op een stoel rechtop zitten dan dat je ongemakkelijk op een meditatiekussentje gaat zitten. Tegen de muur kun je ook gaan zitten. Zorg in ieder geval dat je rug recht is. En als je eenmaal de juiste houding te pakken hebt, dan mag je de ogen gaan sluiten. De volledige adem. Het woord volledig zegt al heel veel. De ene keer ben je vol met adem. De andere keer ben je ledig met adem. Als je eenmaal goed zit, voel eerst even of je je benen, je voeten zoveel mogelijk vrij hebt. Dat je de rug mooi rechtop hebt kunnen zetten. Je hoofd, zet het ook gewoon relaxed recht op de romp. En je ogen zijn gesloten. Je lippen zijn gesloten, zodat je door je neus kunt ademen. Dan ga je met één van je handen, die leg je op het midden van je borstkas. Jij mag kiezen welke hand voor jou het makkelijkste is. De andere hand heb je ook nodig. En die leg je op je buik. En zo voel je twee handen op de voorkant van jouw romp. Eén ligt op het midden van je borstkas, één ligt op het midden van je buik. En ga eerst eens contact maken met die beide handen zoals ze op dit plekje liggen. Misschien is er duidelijk één plek die wat meer beweegt, één hand die wat meer beweegt. Misschien bewegen ze allebei. En dat je gewoon eerst is bewust. En als je je dat bewust bent, blijf zo zitten. Maar ga eens met je volle focus naar je bovenste hand. Die hand ligt op je bovenste ademruimte. En ik ga je vragen nu heel bewust alleen maar met je bovenste ademruimte te gaan ademen. Dat betekent, je voelt die bovenste hand liggen. Je trekt door je neus de inademing nu duidelijk wat dieper naar je longen. Adem dieper in. Voel dat je borstkas omhoog is gekomen en blaas eens de lucht gewoon uit door je mond. Totdat je longen leeg zijn. Dat doe je nog een keer. Neus in. Even vasthouden. Voel dat je longen helemaal vol zijn nu. En blaas ze weer leeg. Diep in. Helemaal vol in je longen. En blaas weer uit. Blijf even zo zitten. Mogelijk even geen behoefte aan adem. Je hebt veel zuurstof nu binnen in je. Handen blijven liggen. Maar nu ga je de focus zetten op je onderste hand. Je onderste hand ligt op je onderste ademruimte. Op het moment dat je zometeen alle lucht die jij in je buik nog draagt naar buiten blaast, dan doe je alsof je een kaarsje op een taart uitblaast. Dus krachtig ga je met de F-klank. Ga je naar buiten blazen en terwijl je dat doet, duw je misschien een beetje met die onderste hand op je buik, de buik mee naar binnen. Dus blaas maar eens uit wat je in je lijf hebt. En trek je buik mee naar binnen. Voel de spanning in je buik. Laat nu alleen de buikspanning komen en een beetje door je neus adem je in. Voel je buik naar voren gaan en blaas weer eens meteen uit. Trek hem in, trek hem in, trek hem in. Trek je buik echt in. Trek hem in. Voel die spanning.
Laat je buikspanning los, neus een beetje in. Niet te diep, als ga je naar je longen. En dan ga je weer diep uit. Diep uit, diep uit. Diep uit, diep uit. Heel mooi. Platte buik, voel die platte buik. En laat de buik weer komen. Neus in. Nog één keer. Diep uit, hè. Trek hem in je buik, trek hem in je buik. Dat je platte buik voelt. Voel die spanning. En laat je buikspanning weer komen. Rustig de buik naar voren. Laat de adem even gaan. Misschien merk je dat je voor je buikadem iets harder je best moet doen of iets harder moet werken. Je best doen is eigenlijk nooit goed. Maar gewoon dat je merkt dat je er meer voor moet doen dan je longen. Dat zou kunnen. Houd je handen op je borst, op je buik. Nu gaan we deze twee oefeningen aan elkaar bereiden. En dat betekent, je gaat zometeen eerst je longen vullen met lucht. Daarna ga je je longen ledigen. Je longen zijn dan leeg, maar je kunt daarna je buik ook nog ledigen. En als je je buik geledigd hebt, ga je eerst de buik vullen. En is je buik gevuld, dan pas ga je de longen vullen. Ik spreek het voor je in, zodat je mee kunt ademen. Kijk maar of het lukt. Frustreer je niet als het niet lukt. Ervaar het wat kan in jou. Focus je op je longen. Adem door je neus nu duidelijk diep in, je longen vol. Voel die volte, blaas de longen leeg. Ga naar je buik, blaas je buik leeg. Trek hem in de buik. Platte buik, platte buik. Laat alleen de buik komen, neus een beetje in. En nu pas je longen hoog en diep in. Longen leeg, blaas uit. Blaas dieper uit, trek je buik in. Platte buik, laat je buik komen, neus in. Nu pas je longen diep en hoog in. Longen leeg. Buik leeg. Buik vol. Longen vol. Longen leeg. Buik leeg. Nog één keer buik vullen. Longen vullen. Longen leeg. Ontspan de adem. Laat de handen liggen. Veel zuurstof in je systeem en misschien merk je dat je ook nauwelijks tot geen behoefte hebt om te ademen. Deze volledige ademoefening ga je nu doen met een stille adem. Oefening is hetzelfde, maar nu ga je ademen alsof je aan een bloem ruikt, zo stil. Je hoort het misschien een beetje door je neus, maar de lippen blijven gesloten. Het gaat alleen door je neus in, door je neus uit. Ervaar maar eens of het voor jou te doen is met een stille adem. Je ademt stil door je neus, je longen vol. En stil door je neus uit, longen leeg. Ga naar je buik. Trek hem mee een beetje in. Adem dieper uit, maar wel stil. Laat je buik rustig komen, neus in. Ga naar je longen, vul de longen. Longen leeg. Buik leeg. Buik rustig vullen. Longen vullen. Probeer het vloeiend te doen nu. Longen leeg. En daarna pas de buik leeg.
Eerst de buik vullen, dan pas je longen vullen. Als je het wil ervaren, leg je de handen op je benen, ga je door met deze oefening. Maak hem steeds subtieler. Je alleen maar de stroom voelt van binnen. Dat je er geen moeite meer voor hoeft te doen, maar de adem gaat omhoog, omlaag, door je romp heen. En laat dan nu de adem helemaal gaan. Blijf in stilte zitten. Voel. Heel rustig aan. Kom je hier uit door je ogen weer te openen. Dankjewel voor je aandacht voor deze mooie ademoefening. Kijk of je er je af en toe hiermee kan verbinden. Het zal je heel veel brengen dat je dit gebied wat je tot je beschikking hebt. Veel mensen gebruiken alleen maar dit stukje. Het zou zo mooi zijn als jij ook wat meer ademruimte en daarmee ook wat meer vrijheid kunt voelen in je binnenwereld. Heb een mooie dag. Dankjewel.